Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 6 van de Eredivisie en natuurlijk wat er is gebeurd in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League en van de Champions League. Laten we dat als eerste doen. Ajax heeft met 0-1 verloren van Liverpool, wat een slecht begin is voor Ajax voor de Champions League. PSG tegen Manchester United werd 1-2 en Bayern München won met 4-0 van Atletico Madrid. PSV begon de Europa League ook niet goed, die verloren met 1-2 van Granada. AZ won heel verrassend van Napoli met 0-1 en Dynamo Kiev Feyenoord werd 0-0. Dan zijn dit de uitslagen van speelronde 6 van de Eredivisie en de inhaalwedstrijd RKC Zwolle. Dat werd namelijk 1-1. En dan gebeurde er iets super heftigs als eerste wedstrijd van deze speelronde. Ajax won met 0-13 van VVV. Wat een heftig weekend is dit zeg. Is niet te doen. En daarna kreeg je de wedstrijd FC Twente, waar FC Twente na een paar seconden al scoorde. Die hebben ze uiteindelijk wel verloren met de 2-1 van FC Utrecht. PEC Zwolle Willem II werd 0-0. Heerenveen tegen FC Emmen werd 4-0. Fortuna tegen FC Groningen werd 1-3. Sparta Heracles werd 1-1. Vitesse PSV werd 2-1. RKC Feyenoord werd 2-2. En AZ kreeg het voor elkaar om 5 weken achter elkaar of 5 wedstrijden achter elkaar gelijk te spelen en een voorsprong te verspelen. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. Al met al, het was een hele bijzondere week. Ajax staat nog steeds bovenaan met 15 punten. Ook Vitesse heeft 15 punten, maar heeft een minder doelzode die niemand meer gaat inhalen, want Ajax heeft 13-0 gewonnen van VVV. PSV staat derde met 13 punten, ook Heerenveen heeft 13 punten. Feyenoord staat vijfde met 12 punten. FC Twente zesde met 11 punten. FC Groningen zevende met 10 punten. FC Utrecht achtste met 9 punten. PEC Zwolle heeft 6 punten en staat negende. AZ, Willem II, RKC, Heracles en VVV hebben 5 punten. ADO staat 15e met 4 punten. FC Emmen en Sparta hebben 3 punten. En onderaan staat Fortuna met 2 punten. Dan zijn dit de voorspellers. Top 7 deze keer, omdat er heel veel mensen op de achtste plaats staan. Tijn staat nu bovenaan met 54 punten, want die heeft heel veel punten gehaald. En Jurg had helemaal niks ingevuld, dus die is hier mooi voorbij gegaan. Hij was ook de weekwinnaar, zoals jullie boven mij zien. Jurg en Dilano staan tweede met 45 punten. Gerbe en Jarno staan vierde met 44 punten. Mikey staat zesde met 42 punten. Oh, en ik zie dat Stan ook 42 punten heeft, dus die 7 moet daar eigenlijk weg, die staat ook zesde. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen. En voordat iedereen boos wordt, ik heb expres niet 2 extra Champions League wedstrijden gekozen, omdat er ook nog KNVB-bekerwedstrijden bij zitten. Ik heb zoveel mogelijk wedstrijden gekozen van clubs waar ook voorspellers van zijn. Dus dan weten jullie waarom ik sommige heb gekozen in plaats van andere wedstrijden voor de Toto KNVB-beker. En ik wil jullie alsjeblieft vragen, als jullie te laat zijn voor de wedstrijd, vul hem dan alsjeblieft niet meer in. Want ik kan het gewoon zien, het kost me alleen maar moeite om het eruit te filteren. Dus laat het gewoon, alsjeblieft. Ja? Oké, dankjewel. Ajax moet uit naar Italië tegen Atalanta Bergamo. AZ mag thuis opnemen tegen HNK Rijeka. Omonia Nicosia ontvangt PSV en Feyenoord mag thuis tegen Wolfsberger AC. Voor de KNVB-beker hebben we Go Ahead Eagles en NAC Breda gekozen. Ook FC Twente tegen De Graafschap. FC Dordrecht moet tegen FC Utrecht en ADO Den Haag tegen Sparta. En dan zijn dit de wedstrijden voor speelronde 7 van de Eredivisie. FC Twente moet thuis tegen PEC Zwolle. Ajax ontvangt Fortuna Sittard. FC Groningen neemt het op tegen VVV Venlo. Willem II ontvangt Vitesse. Heracles moet tegen FC Utrecht. FC Emmen ontvangt Feyenoord. Sparta moet thuis tegen Heerenveen. PSV moet het opnemen tegen ADO Den Haag en AZ. En ik hoop alsjeblieft dat ze een keertje winnen. Dit keer tegen RKC Waalwijk. Als ze dit niet winnen, kunnen ze niks winnen. Kunnen ze net zo goed stoppen. Dus dat wou ik even gezegd hebben. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Hopelijk was mijn haar niet te erg voor deze video. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.